Hoe was het ook weer? Voor een determinatietabel heb je een vraag en die kan je beantwoorden met ja en met nee. De volgende vraag beantwoord je ook met ja en met nee. En dan ben je in 3 vragen precies waar je wezen moet. Je moet dus een beetje opletten met de bladeren die je gaat opzoeken. Dit zijn in dit geval de bladeren die ik heb. En de eerste vraag die ik zou kiezen, zijn het naalden of hele kleine blaadjes kleiner dan 1 centimeter? Als de vraag erop ja is, kan ik deze en deze en deze en deze hier neerleggen. En bij nee kom ik hier terecht bij deze bladeren. De volgende vraag dan, zijn het naalden? Bij ja kom ik hier terecht en bij nee kom ik daar terecht. Staan de naalden 2 aan 2 bij elkaar, zoals bij deze, of zijn ze enkel? Ja en nee. Is het 1 lange stengel met hele kleine blaadjes tegenover elkaar, of zijn het verschillende blaadjes dicht bij elkaar? Ja en nee. Hetzelfde ga ik hier doen. Is de bladrand gaaf? Ja. Dan zijn deze 2 bladeren. Nee. Is het hier? Heeft het blad 2 verschillende kleuren? Ja. Nee. Is het blad gelopt? Ja. En nee. En zo ben ik in 3 vragen gekomen bij de juiste bladeren. Moet je natuurlijk nog wel de naam weten.